Yo mensen, Jaraski hier. Oh shit, ik heb een sniper gepakt. Oeps. Jaraski hier, welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complay hier op Battlefield Hardline. Ik heb een hitmarker. We gaan vandaag natuurlijk weer kijken. Oppa! Oh shit, die was mis. We gaan natuurlijk vandaag weer kijken of wij een mooie score kunnen gaan neerzetten. Ik heb per ongeluk mijn sniper gepakt. Dus op het moment dat wij dood zijn, maar ik heb wel nu al 2 kills. Op het moment dat wij dood zijn, pakken we natuurlijk een andere klas. Ik heb al 3 kills. Dus we moeten even zorgen dat we doodgaan. Ik ga het niet expres doen, want dat doe ik nooit. Oké, dat deed ik eigenlijk wel expres, want ik zet mijn geluid zachter. Ik zag de molotov aankomen, toen zet ik mijn geluid zachter. Dat was niet zo handig. Maar we gaan natuurlijk weer kijken of we een mooie score kunnen neerzetten. We spelen Team Deathmatch. En ik hoop dat het gaat lukken. Als je nou Battlefield Hardline leuk vindt, ram dan natuurlijk zo'n kaart op de lijken op. Dat helpt mij enorm. En ik ga even kijken wat we kunnen gaan verrichten. Super klein mapje, super snel actie. En we gaan kijken of we 30 kills kunnen droppen. Wat denk ik niet gaat lukken, maar we proberen het altijd. Puur omdat het kan, want daar is weer een kill erbij. We moeten weer overheen pieken en dan... Oh shit, ik zie je staan, vriend. Oh, ik word ook op mijn rug beschoten. Teammate, hij zit naast ons. Kan ik hier naar binnen? Kan ik... Hij komt achter me aan, hè? Ja hoor, dat dacht ik al, man. Kut, shotgun! Hard geshotgun. Oh, lucky bastard, Jan. Lekker, we gaan hard. We gaan lekker. We gaan los, ja, we doen het allemaal. Haha, bitch. Ah, fuck me dood. Ja, zag gewoon aankomen. Shit! Ik had er niet op af moeten lopen, man. Ik had achter het in het huis moeten blijven staan. Maar we beginnen lekker. We staan alweer... we staan alweer eerste. Ik kom net in een fucking potje. We staan nu alweer eerste. We hadden de eerste paar kills niet meegemaakt, maar... We staan nu alweer bovenaan, dus ik vind het goed. Ik heb een granaat gedropt, want ze zitten daar namelijk. Ze zitten hier ook binnen, jongens. Ik heb er één. Ik weet niet of er meer zitten. Revive je teammate dan, man. Beetje teamwork, vriend. Een beetje teamwork, dat wordt zeer op prijs gesteld. Fuck, dat is vuur van de enemies. Ik weet niet hoe je kan zien of het vuur van de enemies is. Volgens mij als het vuur blauw is, is die van je teammates. En als het vuur rood is, doe die deur maar open. Als het vuur rood is, is die van de enemies. Maar dan moet ik nog even, dat weet ik niet zeker. Maar dat hoop ik wel, want dan heb ik weer wat geleerd. Ik loop er namelijk altijd gewoon in, want ik weet nooit van wie het is. Ja, hij loopt alleen onder ons, jongens. De fucking lucky best, man. Hij zit aan het campen, jongen. Ik ben nu ook aan het campen, hoor. Dat weet ik. Doei. Alleen, ik kom hier niet weg. Ik wil erin rennen, alleen het lukt me niet echt. Er zitten namelijk allemaal met noobtjes en weet ik wat allemaal te schieten. Zie je wel, die teammates naast me gaan ook down. Hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik erin komen? Dat is mijn grote vraag. Dat is mijn enige vraag ook. Ik wil erin komen, ik weet alleen niet hoe. Want ze rennen gewoon. We fucking rennen gewoon. Schijt aan alles. Oké, ik heb iedereen geraakt behalve gekild. Oftewel, je hebt er helemaal niks aan, Jan. Oké, dat is één. Nu moet ik hier weg, want ik ben bijna dood. Fucking hell, jongen. Ze zitten allemaal achterin die spawn, man. Ze zitten allemaal achterin. Ik probeer er doorheen te rennen. Alleen dat lukt niet, man. Je kan er niet zomaar doorheen rennen, want er staat 32 man in zo'n team. En als 32 man in één kant staat, in één huisje, dan ga je er natuurlijk niet doorheen komen. Zo makkelijk is het uitgelegd. Wat de fuck is dit dan voor bullshit? Alsjeblieft, teammate. Ik moet hier weg. Oeh, dit is een mooie plek. Dit is een sas, was een zieke spot, man, daar doorheen te kijken. Er komen er heel veel aan, allemaal in dat huisje voor me. Oh fuck, nog één naast me ook, jongen. Oh, het zit druk, jongen. Fucking episch dit. Oh, maar het is zo moeilijk om ze allemaal te zien, jongen. Als er eentje door en die je niet ziet, dan zit hij in één keer in je rug, in één keer naast je en dan ben je dood. We staan wel voor. Potje is bijna op de helft, dus we moeten even meer kills zien te krijgen, man. We hebben nu wel een beetje een spawnflip. En ben ik weer degene die doodgaat, of niet? Oké, dan ben ik niet degene die doodgaat. Wel bijna, maar... Bijna is nog niet helemaal, gelukkig. Tot een granaat aan, vriend. Boom, bitch. Kut, molotov. What the fuck? Ja, wat een onzin. 98 had ik gehit. Ik had een assist count skill van 98. Ik was aan het zoeken, man. Oh, teammate is nu ook down. Dat zag ik al aankomen. En andere teammate is ook nog down. Gaat lekker, jongens. Oké, spans zijn eindelijk geflipt. Wat inhoudt dat ze nu... Ja, weet ik veel waar ze zitten. Wat? Zitten ze nou hier of niet? Er zitten er nog wel een paar achter me. Als het goed is killen mijn teammates die wel. Want ze spannen nog steeds aan deze kant namelijk.
Het is een beetje raar hoe het spawnsysteem verloopt op dit moment, maar... Ik krijg gewoon door. Oké, daar zit dus een snipertje te campen. Hey, there's a camera. Ah, vieze campers. Oh, la 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 la. 3, 2, 1. Fuck deze shit. Ja, het onzin, man. Fucking campers, jongen. Ik heb wel een suppressor assist, alleen daar hebben we niks aan. Maar ze zitten echt hard te campen, jongen. Hoe ga ik hier doorheen komen? Ze zitten allemaal achter in die map. Als ik in een huisje kan komen en ik kan daar gewoon een uitzicht pakken op die spawn van hun, kan ik ze allemaal killen, jongen. Alleen dat is zo moeilijk. Het zijn gewoon pussy enemies, daar komt het op neer. Spelen tegen pussy enemies. Ik heb een hitmark met mijn granaat. Kut, ik zit vast. Ja, ik zit vast, man. Wat is dit nou voor onzin? Gaat er hierheen naar boven. Ik ga achter hem aan. Alsjeblieft, teammate. Fuck jou, vriend. Niet onze span in. En niet naar de wc gaan, want dat mag niet. Dan moet je even overslaan deze keer. De wc is even off-limits. Oh, kut. Ik word gesniped. Oh, 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 oh. Het hele huis is ook naar de kloten, jongen. Ik zweer het je. Dat zeg ik. Als we eenmaal een uitkijkpuntje hebben in zo'n huisje, dan kunnen we iedereen killen. Dat zei ik je. Ah, ik had die vent ook bijna dood, jongen. Kill assist, nice, lekker. Er zit... Oh, hij zit boven op het dak. Die had ik niet zien aankomen. Ik weet niet hoe je boven dat dak komt, man. Dan moet je zo'n zipline hebben. Dan schiet je hem op het dak en dan klim je naar boven. En dan kan je erop liggen. En dan kan je heel, heel hard campen, wat de enemies natuurlijk ook aan het doen zijn. Team... Godverdomme, dan loop ik wel weer om, hoor. Fucking kut, teammates. Ik heb nog een extra magazijn. En ik span. Ja, lekker. Teammate, als je me niet had geblokt, was ik misschien nog wel weggekomen. Maar ze zitten gewoon in onze span. Ik hoop dat die teammate ook dood is, want dan heeft hij karma gekregen ook. Die verdient hij wel namelijk. Die verdient hij, die karma. Die verdient hij. Die verdient hij hard. Kill hem nou, jongens. Moet ik hem weer te killen? Ze zitten hier nog, hoor. Een paar. Hebben ze allemaal? Want dan kan ik erop af. Huh. Zit er zit nog eentje achter me. Die laat ik even lopen. Holy shit. Ze zien me ook nog hierachter. Ik moet van de weg af, ik moet van de weg af. Fuck deze shit, gewoon rennen. Nee, oké, okay, dat lukt niet. De weg is geen goed punt. Daar zijn we achter gekomen. De weg skippen. Staan we nog wel voor of niet? Ik heb 24 kills. Het meeste. En we moeten nog 100 kills om te winnen. Of 130 om precies te zijn. En de enemies moeten er nog meer. Dus we staan op deze moment nog voor. Dus we kunnen nog winnen. Al die fucking noobsoeps en granaten die over de map heen vliegen, jongen. Geweldig, man. Oké, ik word gesnuit. Ik ben niet weg. Ik dacht al, er vliegt iemand over me heen en dat deed hij ook. What the fuck? Oh, de potje begint te laggen, man. Holy shit. Uh-oh. Uh-oh. We kunnen weer. Het hele potje hing vast, man. Bij iedereen. De hele lobby hing vast. Ik weet niet waar de fuck dat op sloeg. Maar ik heb 2 kills. Er loopt 3 er ook nog heen. Er zit hier binnen. Er zit hier fucking binnen. Je gaat eraan, vriend. Ik zei het, je gaat eraan. Eigen schuld. Ik moet healen, man. Er zit er ook nog een boven me op het dak. Hallo, teammate. Hallo, andere teammate. Hallo, enemy. Ik blijf hier gewoon even staan, man, op deze linie. Dan kan ik ze tegenhouden, namelijk. Oké, okay, nice, double kill. Dan kan ik ze hier de hele tijd tegenhouden, want anders lopen ze de hele tijd door, namelijk. Fuck! Kutcampers! Ik scheid, man. Ik zat ze te zoeken. Ik dacht, ik blijf daar staan, want ik wil wel mensen zien. Toen ging ik even sneaky. En toen stonden hier, jongen. Kijk hem staan ook. Dikke headcrits, daar kan je niks tegen doen. We hebben wel bijna gewonnen. Nog 80 kills. Enemies moeten nog 100. Dus we gaan goed, alleen we kunnen nog wat beter natuurlijk. Dat kan altijd. We can always do better. Even op het dak gaan campen dan maar. Oké, dat is mijn camptactiek. Gewoon weer doorrennen. Fuck die shit, ik ga niet campen. Boom, bitch. Oh, ik heb hem en hij heeft mij. Fucking hell.
Fucking hell, jongen. Ik gooide de granaat omdat ik wist waar hij zat. Hij gooide de granaat gewoon omdat hij wist dat hij dood ging. Ah, maar dat is een double kill. Oké. Oké, die gun ik je. Die gun ik je, jongen. Zo chaos hier, jongen. Dat is niet meer normaal. Ze zitten nu allemaal naast mij, dus dat is niet zo handig. Fucking bitches. Ah, ik heb hem wel. Holy shit. We hebben 36 kills, man. Meestal van deze hele lobby. Dus we hebben echt nog heel veel kills kunnen oppakken. Dankjewel, teammate. Ik hou van je. En we hebben ook bijna het potje gewonnen. Maar de enemies zijn wel met het comeback bezig. Dus we moeten nu wel ook blijven winnen. Blijven kills maken. Anders verliezen we ook nog eens. Oké, lopen jongens. Lopen. Weer met je ver met Rise Shield. Wedden? Oh, deze keer niet. Ik liep langzaam, man. Oh, de spawns zijn ook geflipt. Net op het moment dat ik daar weg probeer te gaan, flippen de spawns naast mij. En spannen ze met z'n 20 naast me. Dan ga je niet overleven. En nu span ik weer daar. What the fuck? Er klopt helemaal niks van dit spansysteem, man. What the fuck? Hebben jullie hem nou? Nee, jullie hebben hem nog steeds niet, jongens. What the fuck, hé? Alsjeblieft, jongens. Even wat extra punks te pakken. Maar dat is wel zo handig, want dan winnen we een pakje, hopelijk. Hopelijk. Ik zeg niet dat we echt winnen, maar ik hoop het wel. Bitch. Oh, daar was een sniper op me. Wacht, er zit er daarin. Ik zag hem, jongen. Je zit daar namelijk. Beter gaat dit ding raak. Boom. Fuck, hij gaat mis. Oké, never mind. Het was te proberen. Het was te proberen waard. Ja, we hebben gewonnen. We hebben gewonnen. Die kutcamper zit om me te schieten, jongen. Die camper met zijn sniper stond er nog steeds, maar hij miste hem ook nog eens, jongen. We hebben 38 als 12 als hij scoren. 38 kills hebben we nog kunnen oppakken. Dus dat is natuurlijk gewoon een mooi aantal. En we zijn nog eens level up, level 37 alweer. Even naar het scorebord kijken. Op het we stonden tweede plek, want die vent die boven me stond heeft waarschijnlijk heel veel mensen gerevived. En ja, die enemies gingen ook lekker. Alleen ja, er zaten een paar campers in natuurlijk. Een paar. Best wel veel campers. Dus we konden niet echt inrennen. Waar ik wel van hou natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze aflevering van de Battlefield Hardline serie. En dan zeg ik tot de volgende keer weer. Bye bye mensen.